and I swear, switching my lanes, living too fast. Forgive him for living, his life is a prison, so many you crash. When I feel like I'm dead, not alive, then I feel right, I bled from my eyes. Maybe your tragedy, call me your majesty, ain't no one bad as me. Om de eerste keer dat ik hier ben. Ja, klopt.
hoe ze hier ermee omgaan vergeleken met Nederland, hier is gewoon echt heel extreem. Ja. Echt, hier leven. Ja, hier leven ze echt voor voetbal. Echt zo, dat is echt zo. Weet je, en hard. Alles. Ja. De laatste 10 euro geven ze uit aan de wedstrijd bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat merk je ook op straat. Net even in de stad zag je van, ja, mensen vinden het niet erg om een foto te vragen of iets. Ja. Helemaal geen, ja. Het is gewoon normaal hier. In Nederland heb je meer een beetje van, dat je wat met rust laat op denkt van, oh, hoe vind je dat? Hier zijn ze blij. Ja, die dingen heb ik, zelf met eigen ogen heb ik het gezien. Met zelfs oudere mannen, ook bijna flauw vallen om met jou op de foto te gaan. Ja. Hoe vind je dat? Vind je dat niet apart? Ja, ik vind dat super apart. Als ik bijvoorbeeld vandaag ook weer in de stad ben met mijn vrienden en familie. En dat mensen met mij op de foto willen. Dat vind ik nog steeds tot de dag van vandaag apart. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat je iets goeds hebt gedaan of bezig bent met iets goeds. Mm-hmm. En dat motiveert me alleen meer om mijn best te doen. Om nog meer foto's te maken met fans. Mm-hmm. En dat doe ik graag zeker. Ja, want uiteindelijk zijn toch de mensen die voor jou naar het stadion komen. Juist. En uiteindelijk het geld voor jou betalen. Dus om naar jou te komen kijken. Ja. En dan moet je ook wat terug doen voor die. Dus ik vind wel dat je daar heel goed mee bezig bent. Dus je gaat wel ver komen. Denk ik. Van ik daar van overtuigd. Van mijn best. Dus lekker hoor. Dat klopt. Maar daarvoor zijn er veel stappen aan vooraan gegaan. Mm-hmm. Gewoon als jonge jongen had ik altijd een droom. En ik denk dat ik heel erg gedisciplineerd was daarin. En daar ben ik ook een beetje trots op mezelf, eerlijk gezegd. Wat je ook vaak ziet, van, mensen vragen dan van, maar hoe ging je er dan mee om met de naam Kluivert? En mijn antwoord was altijd, gewoon normaal, net als iedereen. Voor mij voelde het gewoon, voelde ik me gewoon hetzelfde als iedereen. En niet de zoon van, of wel de zoon van, maar niet dat ik extra druk op mezelf legde of dat voelde voor anderen. Ik ging altijd gewoon met plezier voetballen en ik genoot van elk moment. En ik deed me ook niet anders voor dan hoe ik ben. En ik denk dat vooral mijn teamgenoten en de mensen die me goed kennen dat ook gewoon waardeerden. Dat ik niet uit de hoogte ben of iets. En gewoon, ja, wat ik zeg, eigen school betekent heel veel voor een jonge jongen, denk ik. Veel geleerd. Ik heb alle elftallen eigenlijk doorlopen. Ik ben niet echt, pas op het einde echt een beetje teams overgeslagen. Maar ik heb altijd de F1, E2, E1, B2, B1. Altijd de tweede elftal eigenlijk. Je hebt de E1 en de E2. Heb ik allemaal doorlopen. En nooit opgeven eigenlijk. Elke dag hard trainen. Voor mij is het belangrijk, ik heb het ook getatoeëerd, dedication. Ik hou van tattoos. Dat is voor mij de key, denk ik. Ik denk dat heel veel jongens heel goed zijn. Maar de dedication die is denk ik zeker 40-50% van wat je moet hebben als speler. En veel verleiding onderweg maak je ook mee. Maar ja, ik was gewoon gefocust op mijn doel. En zo heb ik het denk ik wel een beetje bereikt. Ook natuurlijk kansen die ik heb gekregen bij Ajax heb ik gepakt op de juiste momenten. Je mag ook een beetje spreken van, ik wil niet zeggen geluk, maar op het moment dat ik bij het eerste kwam waren veel blessures. Zodoende heb ik mijn debuut kunnen maken op een hele jonge leeftijd. En vanaf het eerste moment heb ik mezelf laten zien.
En daar begonnen de mensen van te houden. En dat heb ik eigenlijk vastgehouden. Daardoor is het denk ik heel snel gegaan bij mij. Laat het over het moment van geluk. Ja. Ik was toevallig ook zelf bij die wedstrijd. Ja, klopt. Dat weet ik. We zitten toen ik mezelf van een voorwedstrijd spelen. Ja, weet ik nog. Ja, stond ik bij te kijken. En toen kwam je erin. En ik kreeg zelf kippenvel, maar natuurlijk omdat ik jou veel langer, ja, veel langer ken. Zeker. En ik weet dat het moment is voor mij gewoon echt ook heel erg speciaal. Ja. En het moment dat jij toen zeg maar je debuut maakte, en dan gaan we weer terug naar de gelukfase. Dus op dat moment klopte alles, want Ajax speelde gewoon super slecht. Ja. Jij kwam erin en jij gooide alles eruit. Je maakte er gewoon echt perfect gebruik van. Ja. Op dat moment de acties die je had, en daar sta je bekend om. Accelereren, ja. Snel winnen keren. Ja. En op een gegeven moment zag ik ook van hoe jij die verdedigers gewoon echt helemaal gek maken. Dus jongen, die mensen de buurt maken. Dat vond ik geweldig. En ik denk dat dat ook het moment was die jij toen gewoon echt met. Als je bij wijze van spreken drie armen gaat, dan je gewoon met allemaal, zeker weten. En dat, ja, dat had je ook gedaan. Ja, dus, zo zag ik dat ook zeker. Ja. En wat ik zeg, kansen moet je gewoon grijpen als je ze krijgt. Mm-hmm. Want veel krijg je er niet in het grote voetbal. En daarom moet je ze gewoon gelijk pakken. En, maar ja, niet iedereen heeft die instelling. Waar is die instelling van jou uiteindelijk? Waar is het vandaag gekomen? Want ja, dit is toch tussen haakjes Amsterdamse brug. Ja. Waar jij komt zelf uit de Jordaan. Ja, ook. Ja, hoe was het daar? Als kleine jongen opgroeide? Ja, was voor mij eigenlijk, wat ik zeg, ook met mijn broers, ja, super, super fijn eigenlijk. Voor mij was het buitenspelen, elke dag, was super fijn. Ik woonde tegen het Noorderspoortuin aan. Mm-hmm. En vroeger was het echt elke dag voetbal, iedereen, voetbaltoernooi, dit, dat. Met grote jongens op straat, vallen opstaan, een keer een billenbrand krijgen, een paar mogen uitdelen. En wat ik zeg, met oudere jongens mogen spelen. En dat mis ik wel nu, als ik nu kijk deze dagen. Dan zie ik wat minder jongens buiten spelen. En dat, ik wil wel even, dat mag wel terugkomen, vind ik. Dat is denk ik de basis voor een jonge jongen. Om met oudere jongens te spelen. Gewoon je techniek onder controle te hebben. Ja, op straat te voetballen met oudere jongens. Tot laat, ruzie, vechten. Wegrennen, zulke dingen, kattenkwaad, dat hoort er allemaal bij. En dat is wel een perfecte plek, de Jordaan, om dat allemaal te hebben. En daar ben ik ook zeker blij om daar opgegroeid te zijn, zeker. Ja, er ook drie kruisen om mijn arm. Mm-hmm. Amsterdam voor altijd, sowieso. Voor altijd. Om daarop verder te borduren, Amsterdam. De volgende stap die jij toen uiteindelijk maakte, ja. Niet veel mensen waren er blij mee. Dat klopt. Aan de ene kant begrijp ik dat ook wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Want op dat moment, ja, het is voor jou op dat moment misschien jouw keuze, wel of niet. Ja. En ja, toch hadden ze je liefst nog graag nog in Amsterdam gezien, want ja, jij was gewoon echt de golden boy. Ja. Je ging heel hard. Ja. Iedereen sloot jou in hun armen en uiteindelijk ging jou op jonge leeftijd vrij vroeg weg, na één seizoen. Klopt. Vind je daarvan, ja, kan je een beetje uitleggen, want toch iedereen gaat nu, of wil nu weten, wat de reden is, wat er in jouw hoofd gaat spelen, om die keuze dan uiteindelijk dan toch te maken. Weet je, want niet iedereen zou die keuze toch nog vrede mee kunnen sluiten, maar misschien ja. Nu wel? En misschien antwoord daarop geven? Wel een goede vraag wat je stelt, want in die tijd speelde het natuurlijk veel in je hoofd. Tuurlijk, aan de ene kant wou ik heel graag blijven, mm-hmm. Maar er spelen gewoon heel veel dingen natuurlijk ook mee. Ja. Wat heel veel mensen ook niet weten natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, op dat moment vond ik dat zo'n stap, ik vond mezelf er klaar voor. En natuurlijk hebben heel veel mensen ook meningen natuurlijk, ja. En dat waardeer ik, maar
ja, ik heb die keuze gemaakt ook op basis van wat ik zeg, dat ik klaar voor was. Dacht ik, denk ik nog steeds, ben ik van overtuigd. Want ik heb een keuze gemaakt en daar sta ik 100% achter. Maar ja, wat de reden echt daarvan is, is gewoon... Niet eens als, ja, ook een gevoel wat mij goed lag hier, om hier naartoe te gaan. En ik ben ook iemand die zijn gevoel volgt eigenlijk. Niet veel naar andere mensen luistert, alleen echt de mensen die dicht bij me staan. Ook niet altijd. Natuurlijk volg ik mijn eigen pad. Maar nee, ik was wel er klaar voor, dat zo voelde ik het zo. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, van uiteindelijk je gevoel. Jongens die Amsterdamse bluff hebben, die volgen hun gevoel. Die volgen niet wat uiteindelijk in de boeken staat. Ja, is heel druk, man. Vervolgens zo moet gaan, omdat iedereen dat zegt nee. Nee. Jij volgt je gevoel en ook al is jouw gevoel rechtsom. Terwijl iedereen links gaat, ga jij gewoon rechts. Ja, ja. En dat is, ja, je was er gewoon echt klaar voor. Ja, ja, zeker. Je gewoon echt zoiets van, nee. Ik ga het gewoon doen. Dit is mijn kant, dit is mijn richting en ik volg je. Ja. Maar niet uit wat iedereen zegt, ik ga toch die kant doen. Ja, ja. Dat is wat je zegt ook. Gewoon, ja, je eigen gevoel volgen, je eigen hart. Mijn hart ligt nog steeds natuurlijk in Amsterdam, daar niet van. Maar op dat moment voelde ik gewoon dat dit de juiste keuze was voor mij. Ondanks dat natuurlijk heel veel mensen in Nederland of de fans van Ajax of iedereen graag hadden liever zien willen blijven. Maar dat heeft lang in mijn hoofd rondgespeeld, maar ja, ik voelde me gewoon goed bij deze keuze en daar sta ik gewoon 100% achter. En ja, op een dag zal ik ze laten zien waarom die keuze is geworden. Vegas season, they miss. Ja, dit is hem, man, bro. Let's get it. Ey, 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 ey. Vrijdagmiddag 30 graden zijn in Scheveningen. Ben met day one, broeders, we eten en chillen. Korte rokjes, lange benen, dat zijn mooie dingen. Vanavond rof aan money pakken met rappen of zingen. We zeggen niks, maar lachen meer in deze nieuwe dagen. De wereld kouder, blijven strijden, dan gaan wij het maken. Talent is leuk, maar vergeet niet, ja. Hard work beats talent, als talent vergeet te werken, papa. Dat zijn wijze woorden.